Overgewicht is dé welvaartsziekte van deze tijd. Een miljoen volwassenen heeft er last van. En zelfs bij de kinderen leidt dik 15% aan een teveel aan kilo's. Dat kan zo niet langer, vinden ze in Den Haag. En dus staat het maandag op de politieke agenda. Maar voor je een beslissing neemt, moet je wel weten waar je over praat. Kamerlid Sabine Uitslag wil precies weten hoe het zit en brengt daarom een werkbezoek aan de Kennedy School in Den Haag. Kinderen hebben vaak hele goede antwoorden en briljante ingevingen. En daar luister ik graag naar. Je zou zeggen, we weten wel wat gezond is. Maar ja, vet is vaak veel lekkerder. Lekkerste vind ik wel pizza en al die dingen. Eén keer in de week. Eén keer in de week. Toch zijn de meeste kinderen hier van huis uit gewend om gezond te eten. En dus zijn de broodtrommels keurig gevuld met fruit en bruine boterhammetjes. Vegetarische worst. Dat is heel bijzonder. Er zitten ook taartjes in. Dan mag je ook zelf uitkiezen wat je op je broodtram. Dat doet je moeder voor je. Oké. Okay. Hey, houdt nog niemand van jullie van patatjes? Ah, gelukkig. Ook nog wel. Hoewel patat onverminderd populair is, eten de kinderen hier heel gezond. En dat is van levensbelang. Want maar liefst 60.000 kinderen lijden aan obesitas, extreem overgewicht. En dan zit ik altijd zo van, dat is wel zielig. Want, ja. En dan zie je opeens een mager meisje en een dikkere. En dan denk ik toch wel van, ja, daar kun je toch wel op letten een beetje. Maar soms kunnen ze er ook helemaal niks aan doen. Een belangrijk politiek twistpunt is of tv-reclames de kids aanzetten tot ongezond eten. Zou het helpen als SpongeBob tegen jullie zegt, tegen de kinderen die te dik zijn, dat ze niet zoveel dropjes mogen eten, dat het slecht is voor je? Werkt dat, denken jullie? Nee. Wat moeten we dan doen? Nou, kijk, je kan ook zeg maar iemand van een voetbalclub. En als ze dat nou zien, dan gaan ze misschien ook voetballen. En dan gaan ze ook misschien minder vet eten en zo. Ongezond eten moet je gewoon iets duurder maken, zodat die ouders het meer kunnen kopen. De kinderen hebben ideeën genoeg. Maar volgens Sabine kan de strijd tegen overgewicht alleen gewonnen worden als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Zij moeten onderling afspraken maken. En ik roep ze op om die afspraken ook daadwerkelijk te maken. En ik verwacht dat ook. Met elkaar, handen in één. En ik wil het nu ook echt zien. En dat is wat ik in ga brengen. Dus hierbij een oproep.